Een hele goede avond allemaal en welkom bij deze extra uitzending van TV Drenthe Sport die geheel in het teken staat van het vrouwenwielrennen. Want vanmiddag werd op de Brink in Dwingelo afgetrapt voor het ronde van Drenthe Weekend met de Drentse 8 van Dwingelo. Een koers over 141 kilometer met ruim 150 vrouwen aan de start en zij vertrokken vanmiddag hier om 2 uur. En net voor die tijd komen we onder de Sipelkerk in Dwingelo Marianne Vos tegen. Inmiddels in het bezit van 10 wereldtitels. En dat weet ook ploegleider Koos Moerenhout, de oud-profielrenner. Ze komt net terug uit Cyprus. Daar heeft ze haar debuut gemaakt op de mountainbike en ze won meteen die wedstrijd. Maar toch is het verschil aardig groot. Ja, juist omdat het zo'n andere houding is. En je gebruikt je lijf op zo'n andere manier dan normaal op de weg. Dus ja, echt allerlei spieren die ik normaal niet gebruik, die voel ik nu zitten en daar voel ik nu spierpijn in. Maar ja, dat is juist ook wel goed en ook wel eens mooi om te voelen. En nu weer lekker op de weg fietsen. Ja, voor het eerst weer na een tijd in deze mooie trui. Hè? Hoe bijzonder is dat om vandaag weer in de regenboog te rijden? Ja, heel gaaf. Als ik mijn nummer 1 op mijn rug of op mijn shirtje mag spelden, dat voelt heel mooi. Want je hebt er natuurlijk meer in de kast liggen. 10e, hè? Je zit inmiddels. De 10e wereldtitel was het toch? Ja, maar goed, dat ik deze nu mag dragen, dat voelt wel weer heel goed. En volgens mij word ik hier opgeroepen voor op het podium. Dus ik ga die kant op. Succes! En vorig jaar moest Vos het in deze Drentse 8 van Dwingelo afleggen tegen deze vrouw, Chloe Hoskin. Ze rijdt voor de high-tech ploeg. Giorgia Bronzini is dit, tweevoudig wereldkampioene en ook zij versloeg Vos 2 keer. Loes Gunnewijk dan. Ze won de wereldbeker in Drenthe 2 jaar geleden. En dit is Ina Joko Teutenberg. Zij won al 3 keer in Dwingelo. Inmiddels 38 jaar oud. En we hebben natuurlijk ook nog 2 Drentse vrouwen. Ja, Ingeborg Kreuze. Assen is vertegenwoordigd. Wat doet jou die ronde van Drenthe? Ja, heel veel. Het is toch een ronde door je trainingsgebied. Dus ja, wat wil je nog meer, zou ik eigenlijk zeggen. Ja. Ja, sowieso is het echt een super mooie wedstrijd. 3 dagen koers in Drenthe, in mijn trainingsgebied. Dus ja, super mooi. Ja, hier staat echt alles aan de start. Ja, natuurlijk zaterdag wereldbekerwedstrijd. Dus dit is eigenlijk voor hun een voorproefje. Maar voor ons is het meteen flink aan de bak. Ja. Hoe pittig is dit rondje? Toch wel pittig, want je gaat 6 keer over. Ja, het is wel een klein keistrook, maar toch. Het zal het best wel zeer doen op een gegeven moment. En je hebt veel open stukken, dus daar zal de wind vandaag ook wel vrij spel hebben. Dus als u die kant op loopt, burgemeester, daar staat Femi. En die staat u heel gevaarlijk op te wachten. Maar ze richten loopt nog de goede kant op. En burgemeester Jager schiet het peloton weg. De opening van... De burgemeester van Westerveld, Riekes Jager, hij schiet de vrouwen weg voor een wedstrijd over 141 kilometer. Het is fris vandaag, een graadje of 9. En het is een hectische start van deze wedstrijd. De vrouwen zijn nerveus. Het is een van de eerste wedstrijden van het seizoen. En dan wil iedereen graag en is niet iedereen even zorgvuldig. Esra Tromp uit Coevorden. We zien haar hier namens de Argos-ploeg. Studeert inmiddels in Nijmegen, maar voelt Drenthe nog altijd als haar thuiswedstrijd. We rijden 1 opwarm rondje van 15 kilometer en daarna 3 grote achten rondom Dwingelo. En die beginfase die kenmerkt zich door veel valpartijen en lekke banden. Pech hier voor Lucinda Brandt van Rabobank ploeg. En zo draaien vrouwen een keienstrook op. Het ziet er niet heel erg gemakkelijk uit allemaal. Het is maar een strookje van 200 meter en het zorgt voor chaos in het peloton. En als je slim bent, rij je een beetje op het midden, want daar liggen nog gewone stenen. De vrouwen moeten maar liefst 6 keer over deze keienstrook. En er wordt ook nog gesprint voor een heuse keientrui. Ook in de finale nog een keer deze keienstrook, zo'n 2 kilometer voor de finish. Belangrijk dus. En dan gaan we in het peloton op zoek naar onze andere Drentse, Ingeborg Kreuze uit Assen. 26 jaar oud. Tegenwoordig heet ze Trul van haar achternaam, want ze is getrouwd met Theo Trul, de marathonschaatser. En dan na zo'n 60 kilometer een grote valpartij op de spierige weg. Laten we eens kijken wie er allemaal slachtoffer zijn. Het ziet er behoorlijk ernstig uit op sommige plekken. Er wordt geschreeuwd om een ambulance, want daarachter in beeld ligt Ina Joko Teutenberg op haar buik. Het ziet er naar uit en ze komt met een bebloed hoofd weer overeind.
kijkt wat dizzy, maar is straks gewoon weer bij kennis. En dit is Aislinn van Baarle. Zij heeft last van haar rechterbeen en wordt uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook Chantal Blaak heeft pijn. En daar is de ambulance. En Teutenberg gaat uit voorzorg ook naar het ziekenhuis. Het lijkt allemaal mee te vallen achteraf. En ook Van Baarle gaat mee. En de Tour wacht op niemand en ook de Drentse 8 van Dwingelo wacht op niemand. Deze vrouwen zijn de dans ontsprongen. Al met al heeft de valpartij 6 slachtoffers opgeleverd. Marianne Vos nog steeds in koers met een bidon in haar nek. Ongetwijfeld op pad naar een van haar ploeggenoten. Een zege voor de mountainbikesport, zo noemde Bart Brentjes Marianne Vos, de oud-Olympisch kampioen. Hij hoopt dat Vos de mountainbikesport weer een beetje op de kaart zet. En in Rio de Janeiro bij de Olympische Spelen, dat ze daar een medaille haalt. Dat is het grote doel van Vos. Dan 78 kilometer gereden. We kijken naar de handen van Ilona Hoeksma. Zij heeft het initiatief genomen. Zij is er alleen van doorgegaan. En met haar rijdt Maaike Pospoel, de Belgische. Ze komt uit Vilvoorde, een plek waar veel mountainbikers ook vandaan komen. En ook zelf doet ze aan mountainbiken. En ook komt ze nog uit in het baanwielrennen. Ze is beroepsmilitair, 23 jaar oud. Hoeksma komt uit Friesland, zit op de Pabo in Meppel en de dames breiden hun voorsprong uit tot maar liefst 50 seconden. En het peloton laat het voorzichtig gebeuren, laat ze niet al te ver wegrijden dus. Dan een aanval van achter. Dit is Lauren Kitchen uit Australië, 22 jaar oud en zij sluit aan bij de twee vrouwen aan de leiding. En zo krijgen we een kopgroepje van 3 na bijna 100 kilometer koers. De voorsprong is al eens minder geweest, was met de doorkomst in Dwingelo nog maar 10 seconden. Maar nu met z'n drieën loopt die voorsprong op dit peloton weer op. De vrouwen aan de leiding werken aardig goed samen, maar niet vol overtuiging. En dus kan het peloton weer terugkomen. 112 kilometer koers gehad dan. Na een vlucht van 34 kilometer zit het erop voor deze drie dames. Zij gaven de koers kleur. Er wordt achterom gekeken en dan zien we nog Marta Bastianelli, de oud-wereldkampioene, een verwoede poging doen. Maar het mag niet meer baten. Het peloton rijdt de vier dames terug. En zo kunnen we ons op gaan maken voor de grote finale. We rijden weer richting Dwingelo. Het peloton op een lang lint, dat hebben we niet de hele koers gezien. Het gemiddelde was onder de 39 km per uur. En dan laten we eens even gaan kijken of we ergens de trui van de wereldkampioenen vinden. Hier hoor, Marianne Vos rustig met de handjes op het stuur. Net terug uit een mountainbike-wedstrijd uit Cyprus dus. En zij kan zich hier met al die andere vrouwen gaan opmaken voor de sprint in Dwingelo. En links zien we het al hoor, de trui van de wereldkampioenen, Marianne Vos. En achter haar zien we Bronzini, de tweevoudig wereldkampioenen. Maar Vos wint deze wedstrijd, Bronzini wordt tweede. En op de derde plaats eindigt Emma Johansen. Het was heel hectisch. En de wind maakte het eigenlijk zo dat je heel lastig weg kon komen. Het was of wind mee of echt wind tegen. En dan, ja, dan is het heel moeilijk om van weg te komen. Dus hoi Bob. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Nou waren er ontzettend veel valpartijen onderweg. Waar komt dat door? Ja, het is het voorjaar en het zijn als veulens die los worden gelaten in het voorjaar. Dus, ja, het is gewoon één hectiek. Iedereen wil van voren op het juiste moment. Nou ja, en dan willen er 100, meer dan 100 vrouwen bij de eerste 5 rijden. Ja, dat gaat niet. En dat helaas zorgt dat voor valpartijen. En vandaag ook weer ja, een behoorlijk aantal. Ja. Ik hoop dat iedereen oké is. Ja, en tot zover deze extra uitzending van TV Drenthe Sport vanuit Dwingelo. De kop is eraf. Het Ronde van Drenthe weekend is van start gegaan. Zaterdag gaan wij verder. Dan met de Wereldbeker voor de vrouwen en de Albert Achterhes profronde voor heren voor de mannen. Vanaf 3 uur kunt u het 's middags allemaal live volgen via TV Drenthe. Ik wens u nog een hele fijne avond.